Ben je op zoek naar goedkope FIFA Ultimate Team Coins? Ga dan naar easyfifacoins.com en gebruik de kortingscode TRIP bij je bestelling voor nog eens 5% korting. Yo, kijkers en welkom terug bij een nieuwe FIFA 15 Borussia Dortmund carrière. We gaan door waar we gebleven waren. We hebben wat berichten binnen. Een blessure en nog iets. Subotic. 3 maanden uitgespeeld. Wat is dat nou tijdens de training? Jezus tering, gescheurde middengewrichtsband. Blah. Nou, oké. Okay. En Smeltzer wilt zo te zien weg. We gaan dus onze opstelling checken. Oh, gelukkig was het geen basisspeler zo te zien. Wel een wissel denk ik dan. Oh, wacht. Het was wel een basisspeler. Ik keek bij mijn verkeerde opstelling. Nou. Gaan we hem dus er maar uit halen. Socrates, kom er maar in. En eens even kijken of we nog iets hebben dan... Nou, Ginter gaan we mee. Geen probleem. Nou, dan lossen we het zo op. Zo kan het ook. Wel balen, maar goed, niks aan te doen. En Smeltzer die gaat dus wil weg. Die wil in ieder geval speeltijd. Kan ik hem verkopen of verhuren? Wat is wijsheid dan? Wat is wijsheid? Hoe oud is meneertje Smeltzer? En hoe oud is mijn andere linksback? Rodriguez is 22 en een stuk beter. Ik kan Smeltzer verkopen in principe voor wat geld. En dan kopen we een backup. Maar ik kan hem ook verhuren, ja. Verhuren, dat heeft geen nut, want hij wordt toch niet beter. Dus ik kan hem net zo goed inderdaad op de lijst zetten. Nou, moeten we op zoek gaan naar linksback. De volgende transferperiode. Toekomstbeloofd. Wat is dat dan met Riedewald? Wat was dat? Leven van... Een breker op het middenveld is misschien niet zo aansprekend als dat van een aanvaller. Maar het is een rol die door coaches zeer wordt gewaardeerd. Dat is wel oké. Leuk verhaal, geen zin om te lezen. Want we hebben een wedstrijd tegen Hoffenheim. En daarna tegen Barça. Oké, dit wordt een leuke aflevering. Hoffenheim ga ik dan mijn bank inzetten, denk ik. Alhoewel ik tegen Barça ook niet per se hoef te winnen. Want als het goed is... Gaan we dat even checken. Als het goed is zijn we al door in de Champions Cup. Naar de volgende ronde. We gaan eens eventjes kijken. Ja, we zijn dik door. We zijn dik door. Dus ik ga gewoon voor de 3 punten in de competitie. Dat is dan ook belangrijk. Belangrijker dan een groepsfase wedstrijd die nergens meer voor telt. Dus we gaan gewoon met ons eerste team tegen Hoffenheim. Let's go. Daar staan we. In de Bundesliga tegen Hoffenheim. Waar het heeft gesneeuwd. Wat leuk. Past wel bij de tijd van Jar. Oh, mooie paas naar Aubameyang. Die moet schieten. Oeh. Het is buitenspel, denk ik. Ik ga hem voorgeven. Ja, het is buitenspel. Net te laat meegegeven. Aubameyang komt langs de man. Komt goed langs de man. Schiet. Wat is dat? Geblokt? Of? Ja, geblokt. We krijgen een corner. Oké. Okay. Gaan we de bal dus geven. Royce die neemt de corner. Hummels die staat erbij. Hummels die heeft vaker gescoord. Keeper redt dit keer. Maar we krijgen nog een corner. Als Hummels daar ook gewoon blijft, dan wordt het leuk. Dit keer niet Hummels, maar Bender. Die kopt ver over. Krijgen we nog een corner. Wat gaat het worden? Doeltrap. We kopten ver over. Mooie bal. Het is Aubameyang. Schiet hem. Nice. 1-0. Goeie paas van Kagawa. Naar Aubameyang die volop de vrijheid in sprintte. Helemaal los was van de verdediging. En die bal er gewoon hard in knalt. Prima doelpunt. Hoppa. Daar kwam de paas aan en dan maakt hij het schot. 1-0. Ding, ding, ding. Oh, ik zie Aubameyang weer. Mooi gepaast. Oh, de keeper. Corner voor Hoffenheim. We blokten een paas en die bal die vloog direct over de achterlijn. Daar ben ik niet zo blij mee. Hopelijk gebeurt er niks. Bal wordt weggekopt. Oh, nou de keeper uit. Oh, nee, Lacazette niet achter de man gaan staan. Dat had 2-0 moeten zijn. Wat jammer. En is het rust
Met een 1-0 voorsprong, wat 2-0 had moeten zijn bij die laatste voorzet, naar mijn mening. Maar goed, we gaan de tweede helft starten. Hoffenheim dat echt opeens ontiegelijk goed speelt. Ik kom niet meer aan de bal. Komt weer een voorzet. Koppen wij weg. Oh, wat een paasspel daar. Hoffenheim weer in de aanval. Gevaarlijk. Oh, een schot. Wow, het scheelde niet eens zo heel veel. Net over. Oh, Lacazette wint de bal. Lacazette moet nu schieten. Schiet ook. Oh, de keeper redt. Krijgen we corner, gaan we ook wissels maken. Waaronder Lacazette het veld verlaat. Nou, die het net even goed doet. Maar goed, andere spelers moeten ook een kans. Roy staat hier klaar om de corner te nemen. Die corner die gaan we geven. Komt bij Oxlade-Chamberlain. Die is natuurlijk veel te klein. Hummels vangt op. Ga gewoon poeieren. Op de verdediger. De bal wordt binnengehouden. Oxlade-Chamberlain. Haal maar uit. Oh, de redding. Hier is Hoffenheim in de slotminuten op onze vleugel. Er komt een voorzet. Komt het. Oh, geblokt. Oeh, dank je Rodriguez dat je daar stond. Corner nu voor Hoffenheim. Nog steeds in de laatste paar minuten. De 2 minuten extra zo, om precies te zijn. Daar kopt. Kagawa was het geloof ik weg. Een schot. Gaat naast. Immobile knokt zich. Oh, gaat neer. We krijgen nog een hele late penalty. Wauw. Gewoon wauw. Aubameyang staat klaar. Zullen we Aubameyang hem ook laten nemen? Of de invaller Immobile? Immobile. Ik ga voor Immobile. Wat een invaller is die gozer toch altijd. Onze topscorer. Wint penalties. Dan mag hij ook wel scoren. Daar staat hij, ons nummer 9. Die Lacazette uit de basis heeft gewerkt nu officieel. Immobile, je hebt je basisplek nu duidelijk wel gewonnen. Onze topscorer zonder dat je een basisspeler bent. Hoe krijg je het voor elkaar? Wint hier een penalty en benut die penalty. En zo staan we 2-0 in de laatste paar minuutjes tegen Hoffenheim. Wat een speler die gozer. Spelers uit een dak, publiek uit een dak, want de overwinning is binnen. En zo fluit de scheids af voor het einde van de wedstrijd. En gaan we door naar de Champions League wedstrijd. Die nergens om gaat in de groepsfase nog. Tegen Barcelona. We gaan tegen Barcelona. Maar het is niet belangrijk, want zoals ik al zei, gaat nergens over. Dus we gaan gewoon lekker spelen. Het maakt niet uit of we winnen of verliezen. Want door zijn we toch wel. En wat een biljart. Mat. Van een grasveld. Mooi strak. Dat is een mooie paas, maar dat is ook buitenspel. Zie je? Maar wel toch leuk gecreëerd. Wauw, een schouderduwtje geeft Barça hier op een hele gevaarlijke plek. Een vrije trap. Komt een voorzet. Koppen we niet weg. Oh, een schot. En daar werken we nog steeds die bal niet weg. Nu hebben we het bal. Wat? We hadden balbezit. En nou hebben we balbezit. Voorzet. Kop het weg, jongens. Oké, goed. Scuffet. Barça weer met bal. Oh, ik laat hem er zo langs. Schot. Ja, dat was logisch dat hij dat afmaakt. Ik liet hem er zelf gewoon langs. Het was een uitnodiging voor het doel. Oh, ik zie Oxlade-Chamberlain. Onze snelheidsman. Oh, die verdedigers zijn ook snel. De tering, man. Ik dacht dat Oxlade toch wel sneller hoort te zijn dan die verdediging. Mascherano wint hier gewoon tijd. Oh, oh! Wow, gevaarlijk daar. Bijna 2-0 door Neymar. Geef hem voor, jongen. Dat is geen goede voorzet. Ramos alsnog, maar in de handen van de keeper. Rust met een 1-0 achterstand tegen Barça. Corner voor Barça. Zijn nog steeds aan het aanvallen die gasten. Ik krijg ze amper stoppend. En daar is een voorzet. En dan wordt er naast een overgekopt. Oh, ze krijgen nog een corner. Krijg het nou. Gaat laag over de grond. Goed onderschept. Geef hem mee direct aan Ramos. Ik ben benieuwd hoeveel verdedigers van Barça zijn nog genoeg. Dus nog geven we mee naar Lacazette.
Lacazette. Lacazette langs de man. Geef hem voor. Corner. Januzaj neemt de corner. Er wordt gekopt. Oeh. Alsnog zijn we nog wel een beetje op jacht naar die gelijkmaker. Volgende corner. Het is Royce die erin staat. Royce met een kans. Volop buitenspel. Jammer. Oh mijn god, een heel simpel schotje. Beland in het net. Ik was niet eens bezig met commentaar geven. Ik dacht dat ik dit wel ging oplossen. Maar opeens schiet hij en het belandt er gewoon in. Pedro schiet Barça naar 2-0. Aubameyang. Ah. Kom op. Geef mij een penalty voor een eredoelpunt dan. Nou, Aubameyang. Ah. Schiet ook net naast. We beginnen nou een beetje schotkans te krijgen. En het laatste minuutje dat we nog hebben. Nou, een vrije trap. Mkhitaryan staat hier klaar, maar die gaan we niet laten nemen. We nemen Royce. En we hopen gewoon op een eredoelpunt. En ja! Kijk eens aan. Toch nog een eredoelpunt. Voor ons gaan we niet met 0 doelpunten deze wedstrijd afsluiten. We hebben er toch nog eentje via Royce. Dankjewel, jongen. En dan fluit de scheids af en verliezen we tegen Barça met 2-1. Ik vind het niet heel erg, het is een beetje jammer. Maar goed, deze wedstrijd ging toch nergens om. Dus waar valt er om te pruilen, hè? Nou. Hebben we wat berichten op kantoor. Prijzen, geld, toernooi. 11 miljoen erbij, dat is toch best wel lekker. En er is een wedstrijd verplaatst tegen Hannover. Nou. Ik zou zeggen, vond je deze aflevering leuk? Laat dan een like achter en deel deze video. Ik bedank jullie voor het kijken en voor jullie steun. Tot de volgende keer. Laters.